krijgt nu aan sprong Nicola Willis. De derde finalist uit Engeland, Nicola Willis. Een handstandoverslag met een anderhalve salto voorwaarts gehoekt, met daarin verwerkt een halve draai om de lengteas. Dat is een minder moeilijke sprong. Uitgangswaarde 9,50. Alle sprongtechnieken zijn dus in een tabel ondergebracht en hebben een moeilijkheidsgraad gekregen. En die moeilijkheidsgraad die noemen we de uitgangswaarde of internationaal de start value. Hier zien we het nog een keer. Stabiel uitgevoerd, alleen de landing was wat onverzorgd. Een grote stap met het linkerbeen achterwaarts. En ook, kijk, we zien hier dat ze een kleine afwijking naar rechts heeft. Ze landt dus op de lijn. En dat is niet correct. Tweede sprong. Sukahara techniek, gestrekt met een hele draaiende lengteas, uitgangswaarde 9,50. Ja, dan verlies je natuurlijk toch al wat in de moeilijkheidsgraad. Alhoewel, ja, je moet een balans zien te vinden tussen hoe moeilijk spring ik, maar hoe goed voer ik het uit. Want elke fout leidt tot aftrekpunten en daar moet je voor jezelf het optimum zien te vinden. Hier zien we dus de Tsukahara techniek, die uitgevonden is door de Japanner Tsukahara in de 60er jaren. Maar ja, toen natuurlijk niet gestrekt en ook niet met die lengteasdraai erin. Indraaien in de eerste vluchtfase en dan in die tweede vluchtfase een anderhalve